We gaan nu een oefening doen met de Theraband. Met deze oefening worden de schouderspieren, de rugspieren en de armspieren getraind. Ik laat jullie even zien hoe je de lus maakt. Je pakt hem op deze manier vast. Pakt hem eronder. Draait hem eronder door. En waar je op moet letten is dat het kortste lusje, deze, niet te kort is. Dus die trek je een klein beetje doorheen. En als het goed is, heb je dan nog genoeg ruimte om je hand erin te steken. Zorg dat de deelnemer stevig zit, met de voeten op de grond en een rechte rug. Maak lussen in de Theraband voor de deelnemer. Zo kun je voorkomen dat de Theraband wegschiet als de deelnemer de band loslaat. Zorg dat de lus niet te strak zit, maar ook niet makkelijk losschiet. Let hierbij ook op dat deelnemers met kleine handen een kleinere lus nodig hebben dan deelnemers met grote handen. Is het door naar je toe te trekken? Voel je de spanning? Ja, zo? Zeker. Zeker. En je ziet hem ook. Je ziet hem ook. En dan gaan de handen weer van ons af. Dan is hij weer slap. Ja. En dan gaan we weer die spanning opzoeken. Goed zo. Ik hoef niet om te zoeken. Nee, dat komt vanzelf, hè? Ja. Doe nog 3 keer. Even naar je toe. In verband met de veiligheid raden we aan om deze oefening zittend uit te voeren. Bij deze oefening heeft ook een actieve zit de voorkeur. In dat filmpje zie je mevrouw eerst achteroverleunen, later komt ze meer rechtop zitten. En trek maar naar je toe. En weer van je af. En naar je toe. Tel mee tijdens de oefening. Je kunt de oefening iets zwaarder maken door de Theraband iets korter te maken. De volgende oefening is ook leuk om samen te doen. Let er wel op dat je de Theraband niet te strak aantrekt. Dan wordt het niet alleen zwaar, ook de coördinatie is dan lastiger. Deze oefening kun je ook net iets anders doen en dan ziet hij er zo uit. Dus we beginnen weer met het trekken. Dan gaan de armen omhoog. Ja. Bouw de weerstand op. Begin met weinig weerstand op de Theraband. En als de oefening eenvoudig oogt voor de deelnemer, kun je wat meer weerstand opzetten door de band zo vast te pakken dat deze korter wordt. Is de cirkelbeweging te zwaar voor de deelnemer, dan hoef je de handen niet helemaal boven het hoofd te bewegen. Je kunt het ook tot schouderhoogte doen. Herhaal dit 8 tot 12 keer in 2 tot 4 sets of minder vaak als het te zwaar wordt voor de deelnemer. Aandachtspunten voor deze oefening zijn: zit stevig met rechte rug, maak lussen aan uiteindes van de Theraband, voer de oefening zittend uit, bouw op met weerstand, cirkelbeweging lichter door minder hoogte, herhaal dit 8 tot 12 keer in 2 tot 4 sets.